Dit is Triple One. Zij is een Dauphin en ze is bij de pieperranking beste jaarling is ze vijfde geworden. Triple One vliegt bij ons op het hok twee keer een tweede in de afdeling. Eén keer op Alon en één keer op Drijsbroek. Achter Kobe, een hele mooie Dauphin. Beetje aan de kleine kant. Van vaders kant is het van Anthony Maas uit de Bontekerk met 0-0. En van moeders kant komt hij uit Royal Dream met Adisa. En Adisa speelt zelf ook een eerste NPO en is vijfde aasde bij de NU. Deze Dauphin heeft ons eigenlijk zo bevestigd dat hij goed genoeg is dat ze naar het kweekhok gaat. Dus volgend jaar zal ze te bewonderen zijn op het kweekhok.